Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn. Dat is de verkeerde kant. Nee. Je moet met deze views achterop. Goedemorgen. We zijn gisteren aangekomen op Mallorca. In Mallorca. Vandaag gaan we wandelen naar een strand. En dat duurt 50 minuten. En dan ook weer 50 minuten terug. En hopelijk is het mooi. En zo niet. Dan hebben we veel stappen gezet. We hebben het gezond gedaan. We gaan nu broodje halen en dan gaan we op pad. Ja. Zin in. En hier, dit is ons paleis. Even een hele snelle roomtour. Dit is het ongeveer. Dus in één shot is het gedaan. We hebben wel ook een balkon, een badkamer, een slaapkamer. Allemaal niet heel boeiend, maar wel chill. En onze uitzicht op de padelbaan. Ja, dus wij kunnen de hele dag kijken naar snacks. En we zijn op zoek naar mensen om mee te padellen. Maar dat komt vast goed. We zijn begonnen aan de hike. Dit is het terrein waar we op lopen. En dit zijn de views tot nu toe. Oh, hier kan je helemaal de haven zo zien. Ja. We hebben zo net geiten gespot op ons pad. Oh, dit is spannend. Kijk, daar is de zee. We zijn bijna bij het einde, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Een paar minuten. We horen de zee al. We horen de zee. Dit is waar we het nu mee doen. Dus er zijn wel hele kleine wegen. We zijn net op zoek naar deze paaltjes. En er is nog niemand gevallen. Gaat ook niet gebeuren. Heel windy is het. Lekker zeg. Nee, poefie. Weg, alsjeblieft. Gijs, nee, ik vond je aardig, maar nu vind ik er gewoon niet voor. Gadverdenkt ie. We hebben lekker gezwommen. Totdat ik een kwal zag met mijn snorkel. Toen was het klaar. Nee. We zijn bezig met onze terugweg. Ja. We hebben lekker gezwommen en nu op de weg terug naar de auto. Ja, en dan gaan we zo denk ik naar een ander strand. Ja. Het was hier een beetje te bewolkt en ja, we moeten door. We moeten door. We zijn hier nu een uur. Nee, langer of niet. Ja, misschien een uurtje of zo. We zijn nu onderweg naar. Ja. Ja. Naar het strand, Cala. Formentera, als het Formentera. Formentera, of zoiets, joh. We komen erbij. Lekker. Welke heb jij? KitKat. Yummy. Kijk, we gaan de Sunset bekijken. De Sunset. Er is er maar één bij een vuurtoren. En we hebben er zin in. We moeten even 40 minuten rijden. Ik ben een beetje verbrand vandaag. Maar... Je weet wat ze zeggen. Je weet wat ze zeggen. Morgen is dat weer helemaal oké. Fingers crossed. Want we hebben een drukke dag morgen. Met een hoop plannen die kunnen gebeuren. Die kunnen ook niet gebeuren, we weten het niet. We gaan sowieso naar Solaire en Dea. En dan s'avonds moeten we even kijken of het allemaal waar komt. Misschien worden we opgehaald met een helikopter, dat weten we nog niet dat zeker. Weten we niet. Lotje, hoe kan het dat we ineens in de bus zitten? Ja, we mochten hier in de auto. Blijkbaar. Ons avontuur zit er weer op. We hebben de sunset gezien en we zijn nu in Porto Potenza om te eten. Hoe laat is het nou? Het is bijna 9:30. Het is bijna 9:30. We zitten helemaal op de Spaanse tijden, maar er,
trek is er wel. Ja, trek is er zeker. Snotje en ik zijn vandaag in Solaire. Ja, ze is lekker lunchen. We zitten aan onze eerste gang. Solaire. En ja, het is vlees, maar Lotje is deze vakantie wat iets minder mega dan normaal. En we gaan lekker allemaal hapjes eten. Nou, wij gaan met de boot en Sonny is heel zenuwachtig. Ja, Lotje ook. We gaan naar huis. We moeten allebei poepen, ook heb ik vandaag al 3 keer gepoept. Ik nog 0, hè. Nog 0. Moet even indrinken. Vandaag in Kuala Lumpur. We zijn net naar de markt geweest. En we hebben niet zoveel boeiends gekocht, alleen een ringetje. En een snackie. Ja. En nu zijn we op dit strand. Nou, dit is nog een parkeerplaats, maar daar is het strand. En het is volgens mij heel druk en niemand kan een parkeerplekje vinden, maar wij wel. Oh, lekker snackie. Wat rate je het? Is het brood met suiker? Oh, chill. Een 8, dat is wel goed. Lekker klauteren. Lekker aan het slapen. We hebben snackjes gegeten. We hebben een schaal van 1 tot 10. Hoe gelukkig ben je? Op dit moment? Ja. 10. Ja. Ik op dit moment ook een 10. Is hier heel mooi. Er zijn heel veel mensen, maar ergens is het ook alweer leuk. Er is gewoon heel veel te zien. Het water is prachtig. Het weer is heerlijk. We gaan zo door naar Palma. En dan gaan we daar chillen met Lotjes vriendje. En dan gaan we uit eten. We zijn in Palma de Mallorca. En we gaan nu meeten met onze bestie. German. Carmen. We hebben geen idee. We gaan ijs eten met hem. Hoe gezellig is dat? Make it like an 8. Is lekker. Yeah.
We hebben hier nog één gamba met pancetta en we hebben hier venusschelpjes. We hebben hier brood, we hebben al chouda tatar op. We hebben heerlijk gegeten. En nu zijn we door Palma, we moeten aan het worstelen. Wacht, we moeten hier naar rechts dan denk ik toe. Ja, hier doorheen misschien. Ja, hier doorheen. Ja. We gaan door alle enge paadjes. Op zoek naar de parkeergarage. Ja. En dan nog rijden we weer tyfus en naar huis. Ik opzocht te lang in was. Nee, nog niet. En dan gaan we lekker slapen. Morgen een nieuwe dag. Vanochtend zijn we in Polenza Town. Het is niet Porto Polenza waar we normaal zijn. We zijn een koffie aan het drinken bij Dodo. We hebben dus net al die trappen bewandeld. Oh, lekker zeg. Heerlijk. We gaan zo naar het strand. Ja. Hier gaan we net weg. We gaan lekker op het strand. En nu gaan we wijn drinken, ja. Yeah. Ja, yeah, wijn drinken. Daar zijn we, onze wine tasting. Kijk eens aan. Kan Vidalet. Dit is wijn nummer 1. Welk cijfer geeft je wijn nummer 1? Een 6, denk ik. Een 6. Ja. Zeg maar één glas vind ik goed, maar ja. Dat is het wel. Het is niet een lekker wegdrinkertje. Ik ben nu bij het wijn 2, dat is deze. Oh, ik vind het een ranzige, maar deze. Ja. Heel fruitig. Ja. Ik vind het wel iets sterker smaken dan dat jij hem vindt. Ja. Ik zou niet hier ook een fles wijn van kunnen drinken, denk ik. Welk cijfer geef je dit? Ik geef het een 7,5. Ik geef het een 7,8, zou ik zeggen. Oh, maar dat is niet eens veel beter dan die van mij. Nee, maar ik vind dat best wel hoog hoor. Ja. Ik denk dat ik echt maar 2 wijnen ooit op heb gedronken die ik 10 zou geven. Maar. Ja, erg fruitig en licht. Een beetje karamel toch? Ik heb een beetje karamel. Ik kan het niet verklaren, maar het is wat het is. Kijk, en daar zijn de snacks. Oh, wijn nummer 3. Welk cijfer? Oh, het is lekker een snacken. Lekker snacken. Dit staat op mijn video. Lekker hamsteren. Heel erg honing. Ik vind hem niet per se lekker ruiken. Nee. Maar ik vind hem wel tot nu toe het lekkerst. Maar die geur, ja, ik denk het is heel honing-siroopachtig. Ik denk dat ik hem 7,9 zou geven. Oké. Ja, is goed. Ik geef het een 7, dus lager dan de vorige. En waarom? Waarom? Omdat hij lekker is dan dat hij ruikt en weinig alcoholsmaak heeft. Dat vind ik wel chill. Het voelt wel zacht, maar het voelt ook een beetje als een soort oestdrank. Als in zo'n beetje zo'n honingsoepje ja, echt zo, of zo. Ja. Ja. Dus jij kan hier geen fles van op? Nou, ik heb echt wel viezere wijn gedronken dan dit, maar ik zou hem niet kopen. Oké, okay, duidelijk. Ik ruik rooibeen. And what more? Peper. Ik ruik ook wel. Serieus, hè? We hebben nu rooie wijn gedronken.
En dat is allebei ons favoriet. Dit is mijn lieveling. 8,5 geef ik het zomaar. Hartstikke idee. Jij? 8,7. Hartstikke idee. Echt heerlijk. Hij drinkt zo makkelijk. Hij is gewoon niet te zwaar. Je kan hem gewoon in de zomer drinken. But we agreed with them that we were going to stay and wait for the boat to have. We had to wait until they came and then we ordered an option that was fine. We just sat there and. And yeah, it's still. I don't think they gave us spirits last time. I think this was too low. The whole boat sat on fire. Ik weet niet of ik hier mee eens ben. Wat krijg ik hiervoor? Een heel klein nippie. Ik vind het echt heel vies, hè? Ik vind het echt heel vies. Ben jij niet goed? Nee, Lotje, je bent echt niet goed. I prefer bourbon, but and it's a bit sweeter. I prefer the Scotch one. Oh, but it is nog erger dan dat. And I know they tell me it's better. We hebben nu wel een veel kleinere stok nog steeds. Wijn nummer 5. Deze stond niet op de lijst, maar... Deze niet op de lijst, omdat wij zo leuk zijn. Kregen we dus gewoon nog één. Ja, hoe kan het nou? Het overkomtje. Ik geef het een... Ik vond hem de eerste stok lekkerder dan nu. Mm-hmm. Een 7, denk ik. Ja, het is helemaal rare wijn. En ik weet niet of het raar is omdat het raar is. Of het raar is omdat ik er zo lang over nadenk. Wat geef jij hem? Ik geef hem... Daar moet je lang over nadenken. Ik drink ook niet heel veel rosé. Ik vind de hele zoete rosé echt smerig. Dus wat dat gaat, vind ik dit dan wel lekker. Maar het heeft ook wel weer een raar smaakje daaraan. Ja, ja, dat vind ik abricose ook. Abrikoos of zo. Maar wat is je cijfer? 6,9. Zo chagrijnig. Het is hier prachtig. Dit is beautiful. Lotje zingt alleen nog maar. Ze kan niet meer normaal praten, alleen maar zingen. Is goed. Ze doen hier soms dus ook het water onder het water. Maar, of het water, de wijn. Oeh, auw. Wijn onder het water. Jezus. Wijn onder het water. Maar dat doen ze niet hier. Doen ze volgens mij in de zee op een geheime locatie. En er zijn maar 2 mensen die weten waar dat is. Fun facts.